Ik heb je wel eens op tv gezien. Ja? Ja. Oké, okay, maar dat ken je wel, toch? Ja, vrouwelijk voetbal, toch? Ook. Bij de vrouwen eredivisie. Ja, ook. En ook bij de mannen, maar dan niet in de eredivisie nog. Nee, maar wel bij de eerste divisie. Ja, heel goed. Voetballers met een beperking ontmoeten bij WSV 30 in Wormer scheidsrechters en coaches uit het betaalde voetbal. Van scheidsrechter Shona Shukrula tot AZ-trainer Maarten Martens. Ook Telstar-coach Anthony Correa en Volendam-trainer Rick Kruijs zijn van de partij. Sonny Siloy vertegenwoordigt Ajax. Wat gebeurde er? Ja, tegen doelpunt. Ja, dan zijn er weer jongens teleurgesteld. Dan moeten we dat weer allemaal weer repareren. Ja, en dat tegen Volendam. Maar als je die keeper daar ziet, daar. Het is een junior elftal, maar dat is volgens mij een senior. Kun je daar even op inzoomen of niet? 2,20 meter. Die is 2,20 meter. Hoe oud is die? 14? 13? 12? Ja, ik ben eigenlijk 20, maar ik moest niemand vervangen. Dus vandaar dus. Dus. Nou, hij is wel erg groot. Ja, dat klopt. 1,87. Judith! Moet je een beetje bijsturen, Rick? Ja, een beetje, maar het is geweldig. Ja. Waar geniet je het meeste van? Ja, het plezier en het enthousiasme en vooral de onbevangenheid eigenlijk. Ja! Wat een mooi doelpunt! Kijk je wel. Hoe ging die? Goed. Ja, van Ajax gewonnen. Ja. Maar dan moeten ze nog veel leren, denk ik. En hoewel winnen natuurlijk hartstikke leuk is, genieten de spelers vooral dat zij voor even de sterren van het voetbalveld zijn. Al stralen die sterren extra na een wonderschoon doelpunt. Ja, zeker goal. Hij is zeker een mooi goal, ja. Ja, winnen van AZ? Ja, makkie. Ja, toch? Het feestje is daarna helemaal compleet na het scoren van een handtekening en een foto. Weten ze wie jij bent? Nee, maar de papa's en mama's wel. Die weten dat wel. Dus de handtekening wordt toch wel gevraagd? Wel, wordt wel gevraagd. De kinderen die vragen wel, mag ik een handtekening? Maar ze weten niet eens van wie. Dus.